Ik kom aan op het airport. Ik moet altijd, maar echt altijd, helemaal strip down. Is het voor je eigen kanaal of voor mama's kanaal? Voor mijn eigen kanaal. Ik weet niet. Ik heb iets van een creamy look. We moeten blijven connecten, hè? Vanavond in bed even geheimen delen? Dat niet. En dan ben je op de terugweg, hè? Dan vind je het helemaal ongemakkelijk, want je vieze slips zitten er. Je denkt bij jezelf, je moet niet in dat hoekje nu gaan. Maar oké, je gaat daar dus wel. Je hebt een handschoen aan, gelukkig maar voor jezelf. Ik ben officieel niet meer degene met de grootste waffel in dit huis. Lekker. Dus dat even zijpaadje. Ik ben weer lekker bij mijn vriend. Verloofde. Hier zit hij. Hij is heel druk met het aansturen van onze tv, hè? Ook lekker, hè? Dat je vanaf deze kant kan kijken daarnaar. Beugeltje. Wel wat, Papa de Castel. Papa de Castel. Papa de Castel. Je bent er ook. Casa de Papel. Papa de Castel. Ik ben helemaal in de war van deze volgorde. Wat ga je nu kijken? Zit je weer in het nieuws? Oh, de Meet Stil. Oké, dat luguberen. Ja, nog heftiger, nog is meer. Echt een goede serie. Ja, echt. Ook omdat het zo. Heb je een nieuwe camera? Ja. Je ziet meteen dat het beeld gewoon beter. Je bent er weer in de avonduurtjes. Maar wat was het? Ja, ik weet het niet. Die anders is nu bij de maak. Die anders bij de maak. En ja, weet je, dat is het leven van een vlogger. Je ziet het. Hoeveel kamers serieus jas je er doorheen door een jaar? Wel 3 of 4, hè? Ik heb er 1, 2, 3. Dit is mijn 4e. Ja. Ja, volgens mij even. Dus ze moeten echt eigenlijk kamers maken die echt gebouwd zijn voor het intensieve gebruik van een vlogger. Ja, en met intensief gebruik bedoelen we dus niet laten vallen, maar gewoon dat je iedere dag aan, uit, klepje, aan, uit. Ja, dat. In een tas, in een tas, eruit. In een tas, ja. Dat je tegen dingen aanschuurt. Ons kind is bij oma Jet slapen. Dat betekent dus dat wij een vrije avond hebben. Ook al ga ik morgen om 10 voor. Oh ja, ik heb iets vergeten te vertellen. Waarom ik zo. Ik zal even de camera neerzetten, want ik moet er even weg gaan zitten. Ik kom aan op de airport, Portugal. En ik moet altijd, maar echt altijd, helemaal strip down. Ik weet niet, ik heb iets van een creamy look. Mijn koffer moet ook altijd helemaal open, terwijl ik de vloeistof eruit heb gehaald. Alle elektrische apparaten, alles moet open en dit. En dan ben je op de terugweg, hè? Dan vind je het helemaal ongemakkelijk, want je vieze slips zitten er. Je denkt bij jezelf, je moet niet in dat hoekje nu gaan. Maar oké, je gaat daar dus wel. Je hebt een handschoen aan, gelukkig maar voor jezelf. Maar niet zo eruit halen, want dat hoop je dat dan niet gebeurt. In ieder geval, mijn handtas was nog in een andere bak, samen met mijn schoenen. Ik moest alles uitdoen. En dus ik krijg te horen, deze koffie is van jou. En ik sta ondertussen ook op mijn tas te wachten en die schoenen. En die vrouw die pakt het eruit. Eindstand, ik kom erachter. Een kwartiertje later, toen ik wat wilde afrekenen, wat te nassen, dat mijn paspoort, heb ik zo'n mooi hoesje, dat zat er niet meer in. Dus ik werd een beetje van, hoe kan het nou? Alles checken. Ben een chaotisch type, dat weet ik. Hoe dan ook, het was weg. Bij de douane, bij die check, of bij de tassencheck, wisten ze niet meer. Lost and found, alles. Ik heb hotel gebeld, ook daar in de auto lag het niet. Ik dacht echt, nou, dan is het dus toch bij die tassencheck ergens in die bakken. Ik zeg, kijk, al die bakken, naar alles gedaan. Ik, zonder paspoort, moesten borden. Gelukkig had ik wel in mijn andere portemonneetje mijn rijbewijs en ik had een kopie van mijn paspoort. Dus ik kon, weet je, nou, het was heel snel al supervisor bellen en we mochten door. Dat verhaal dus. Dus morgenochtend mag ik even zo'n spoedje aanvragen. Ja, lekker. 119 euro zo. Lekker. Voel je niet. Want ik moet donderdag alweer vliegen. Ja, nog meer gigs are coming. Dus dat even zijpaadje. Dat brengt mij dus weer terug bij het feit dat ons kind bij oma Jet is. En we hebben een vrije avond. Ik ga morgen kinderen de kapper lekker. Wat ga je nu doen? Moet je nog veel werk doen? Nee, volgens mij. Ga je serie kijken? Ik ga zeker een serie kijken. Zal ik dan naast jou mijn serie kijken, maar lekker dicht tegen elkaar, bil aan bil? Voel je daar wat voor? Gezellig. Nee, eerlijk. Ja, jij had toch een slaap. Ik? Nee hoor, het is heel spannend nu wat er gebeurt bij Jane the Virgin. Er gebeuren heel veel dingen nu. Er is heel veel drama. Alle drama die in deze straat plaatsvindt, is bij één persoon. Dus aan alzo ga je hier lekker op. Maar dat is dus een ja, hè? We gaan gezellig samen cozy. Ja, schat, zeker. Oké, dat duurde even maar. Uiteindelijk.
Normaal zou je na zoveel supersetjes klaar zijn. Maar Ralf, nee. Ralf die heeft iets leuks voor mij. De slee. En ik heb een hekel aan de slee. Zo jongens. Als je benen hebt getraind, je gaat dan fietsen. Ik kan het iedereen afraden met 30 graden. Ik moet dus een nieuw paspoort aanvragen. Dus nieuwe pasfoto's. Jezus, kan je eens aan boord komen? Nou weet ik dat je niet je tandvlees mag laten zien en je tanden. Het is allemaal heel erg ongezellig. Dus de uitdaging is een gezellige foto met al die ongezellige regels. Het is mijn baby met zijn fiancé in de puree. Nu wel weer, want die ring ontbrak. Ja, dus we zijn weer terug. Dus in principe was je eventjes niet verloofd meer. Ik was super verloofd. Nou ja, het, het zit in het hart. Het gevoel zit in het hart. That's enough. Maar ja, ben ik blij. Hells yeah. Shine bright. Hey, de deuren zijn eruit, want het is effing heet. 30 graden tikken we vandaag aan. Morgen de 36. Ik vind het wat hoor, jongens. Dubai. Het is echt Dubai. Wat zou er morgen op beginnen? Ik weet het niet uit mijn hoofd, dat weet je. Ik weet vandaag wel helemaal. Ik ben vandaag op on point. Dus maar je moet jezelf niet te veel druk opzetten, opleggen. Nee. Want anders ga je juist alleen maar... Te veel info is ook niet goed. Nee, dat wil ik niet zeggen. Oh, grappen maken. Ik wil zeggen dat als je jezelf te veel druk oplegt, van oké, vandaag weet ik, dan gaat het ook mis als schat. Want ik zie vaak dat je dan denkt, oké, ik wil het zo goed doen, dan gaat het juist mis. Chill, rustig. Juist. Weet je, check af en toe een agenda wat er is, maar niet, ook weer niet te spastisch. Want anders is het ook niet lekker voor jezelf werken. Nee, ik bedoel... Ik ga niet in één keer weer super ijverig bijtje uithangen. Dat zit ook niet in me. Tenminste, ik wil harder werken, maar ik ga niet dat georganiseerde willen zijn. Zo, dat ging moeilijker. Ja, ik had even moeite, ja. Dus je koos voor de makkelijke weg, het moeilijk met makkelijk uitspreken. Nee, ik organiseerde. Oké. Toch een beetje strokkelen weer, hè, merk ik. Was niet erg. Het komt erop neer. Goeie camera heb je. Ja, zeker, hè? Ja. Lekker. Lekker wel. Die andere is gerepeerd, komt er ook aan. Goed beeld. Ja. Nee, zijn we helemaal back on track, jongen. City life on point. Waarom ik dit openklapte? Oh ja, jeetje, zie je? Ik wil dus even mijn foto laten zien hoe het gelukt is. Ik ben blij met het eindresultaat qua dat het eigenlijk een beetje een soort van... Ja, het wordt echt zo'n foto die je moet maken bij de politie. Weet je, van ik ben opgepakt voor het een of ander en ik mag er niet om lachen. Zo wordt het. En dat is gelukt. Ik ben blij, denk ik, ja... Wacht, nou, ik pak dit later op hoor, jongens. Niet te doen. Of hier dan. Nee, laat maar. En een beetje volle blaas. Dus mocht je een drempel zien... Heb je nog een last van? Nou, de blaas was... Nee, ik mis niet die bochten, jongen. Okay. Is toch gewoon prima? Mm-hmm. We zijn weer in ons paleis. Ja, dat was gezellig. Samen op pad. Lekker meetings na meetings na meetings. Res? Wat staat op de planning voor de avond? We gaan straks mijn paspoort aanvragen, want dat was niet gelukt. Ik heb heel veel nog mail aan mail te doen. Ik moet wat dingen oplossen. Oké, dus niet heel romantisch in de tuin samen met... Oké. In ieder geval, dus de pasfoto. Die moest ik nog even jullie denken. Morgen gaan we nice, ik hou ervan. Zonnebrand en los. Even over de pasfoto. Ik vind dat als jij in jouw winkel pasfoto's maakt van mensen... Tuurlijk, er hangt een spiegel, maar jij bent wel degene die het ziet. Jij maakt het plaatje. Dus als je dan ziet dat plukje haar daar achter. Als jij ziet dat een beetje uitsteekt, dan denk je dan... Je kan toch zeggen, mevrouw, ik heb een stukje pluis daar. Gewoon heel even, weet je toch? En ook hier een stukje. Doe heel even zo. Heb je wel eens gedacht dat misschien die mevrouw wel denkt van... Oh, dat is iets irritante chick van die video's. Laat het lekker hangen. Goeie kans van. Mm-hmm. Ja, kan ook wel, hè? Niet iedereen is aan boord. Not everyone is a lover. Nee, zeker niet. Nee, misschien. Misschien vindt ze wel gewoon... En ze baalde ook van shit man. Zo goed sta je al op een pasfoto. Ook gewoon hateration. Kan. Of misschien zitten we er helemaal naast. En is ze gewoon niet bezig met uiterlijk. Maar gewoon puur business. Weer 15 euro. Kidding. Voor 6 foto's. Kan ook natuurlijk. Iemand die gewoon heel business wise is. Ja. Kind wordt zo gebracht. Frankie Dean. Ik denk dat ik met hem eventjes toch nog een uurtje... Even naar het speeltuintje gaan of even hier in de tuin. Even een momentje hoor. Of ook al weet ik dat ik morgen een dag met hem heb. Ik heb natuurlijk al, ik heb hem verteld hoe mijn avonturen in Albufeira waren. Of Albufissa. Ik moet het vertellen. Mama is een performer nou. Resli, dit meen je niet. Wat zit je te kijken? Nieuws? Voetbalnieuws? Zeg maar wat je keek.
Wanneer praten wij nog? Wanneer praten wij nog? Nee, we hebben een toprelatie, dus niet zo. Niet ja, zo. Maar toch. We moeten blijven connecten, hè? Vanavond in bed even geheimen delen? Dat niet. Voordat ik mijn kind kan halen bij oma Jet, heb ik eventjes mijn paspoort aangevraagd. Dus ik leg het verhaal uit. Ik zeg, het is een spoedje. Ja, oké, dat kunnen we regelen. Ik zeg, wanneer is hij klaar? Zegt die meneer achter de balie. Donderdagochtend. Ik zeg, donderdagochtend. Ik vlieg donderdag. Ja. Hoe laat ligt het hier klaar? Zeg, ja, het is om 8 uur klaar. Dus vanaf 10 uur. Ik zeg, je zegt 8 uur klaar. Dus vanaf 10 uur. Jij moet het nog verwerken. Ik zeg, dus als ik hier 9 uur ben, dan? Ja, dan kan het. Ik zeg, dan kan het zomaar zijn dat je gaat klaarmaken omdat ik er ben. Ja, precies. Dus hij zegt, ja, het is voordeel. Het voordeel is dat het lekker weer is, dus er zullen heel weinig mensen zijn. Ik zeg, nou, een meevaller weer. Oh shit, ik heb helemaal niet gezegd dat ze het moeten photoshoppen, dat plukje op mijn hoofd. Oh, laten we hopen dat het wegvalt. Ze doen toch altijd zo'n vingerafdruk. Laten we hopen dat het precies daarop komt. De vraag is, zal mijn kind verstopt zijn? Hij heeft net wel voor mij zelf de deur open gedrukt. Hij zei ook, wie bent u? Ik zei de moeder van Frankie Dean. Zegt hij, ik ben het, Frankie Dean. Ik zeg, wauw, ik kom jou halen. Dus mocht hij nu verstopt zijn, dan denkt hij dat ik dat stukje naar boven lopen. Dat vergat dat hij de deur open deed. Laten we kijken hoe de fantasie van een kind van 4 werkt. Bijna 5. Hallo? Kwek, kwek, kwek. Kwek, kwek. Oh, nou, dat had toch niemand verwacht. Wow, mam. Lekker groot fotootje. Oh, kom. Oh, laat zien. Hi, papi, hoe gaat het? Gemist. Ik heb jou ook gemist, schat. En weet je? Nou? Ik ging met dat zo. Ja, net. En echt zo. Met de man. Zo een boy. Wow. Dus mochten we ooit een paar minuten binnen gratis in de winkel, dan weet ik dat ik jou moet. En je kan ook dat. Wow, ik heb je 3 dagen niet gezien en je kan opeens. Oké. Oeh. Ook dat hoort erbij. Jawel. Oké, ik vind je bent. Ja, gepromoveerd. Oké, dan. Kijk, ga eens dit bij je spierbal doen. Als je jarig bent. Tikkie, wat een vent. Ik hoor dat je vandaag in het park was. Je ging auto rijden, raceauto rijden, ook bootje varen. Vertel hoe dat ging. Ja. Ja. Ik was in het bootje en toen ging ik rijden. Varen. En toen zo leeg. Muntjes op. Ja, muntjes op en toen kon mijn meneer mij weer redden. Ja, want je dobberde gewoon in je eentje op het water. Ja, lekker van me. En hoe, weet je nog hoe je zat in het bootje? Echt ja. Zo met je hoofd? En kijk. Nee. Hoe zat je dan? Kijk. Ze zat echt zo van, ik wil er niet altijd blij voor, hoor. Kijk, deed dit. Ja. Oh, lijkt op de denker weer. Daarna, daar gaan we even over nadenken of je hier altijd blijft. Ja. Dus dat hebben we maar meegenomen. Ja mensen, dit gaan we zien. Dit is leuk hoor. Frankie wil even zien. Hij wil dit showen. Hij heeft dit ontdekt. En wat is, hoe noem je dit? Hoe noem je deze ontdekking? Dit noem je bowlen. Ah, ja. Top man. Moet je iets mee doen. Kun je geld mee verdienen. Dit is leuk man. Het heeft even geduurd hè, voordat je dit in een lijst had. Mama. Maar nu heb je het hè. En niet te klein, niet te mis ook. Mama. Moet je dit, gaat hij zo open van de deur. Ik zal je straks laten, jij mag straks de deur open doen, oké? Okay? Nou, we gaan hè, dag Marcel. Oké. Okay. Frankie, jij mag de deur, dat wilde je toch? De deur openmaken van de bureau? Ja, lekker. Lekker, doe maar. Maar waarom heb je de sleutel dan? Ja, ik moet op de motor starten. Er zit helemaal geen deur in. En waar is de motor? Ja, maak jij nou maar niet druk erom. Oh ja. Ik ben zo blij met mijn eigenste.
Ik heb alweer 2 keer getraind deze week. Zie je verschil? Zie je verschil? Zie je verschil? Zie je verschil? Dit licht, dat licht, dit licht. Misschien zo. Is het al... Nou, zo snel gaat het niet. Maar ik voel me wel goed over mezelf. En daar gaat het om. Shebang. Mijn nagels ook gedaan. Shebang. Nog niet gedoucht. Dat ga ik doen. Straks komen man en kind terug. Want die gingen ook even sporten. Mijn kind niet. Die ging natuurlijk gewoon kijken met zijn vader. En dan gaan we naar het strand. Ja, we hebben alle afspraken gecanceld. We moeten ook family time hebben met elkander. En dat gaan we doen. Vandaag. En ik moest uitzoeken welk strand. En ik ben nog onzeker over welk het wordt. Dus. De kans is heel groot dat Ressem toch kiest. Jawel, want wij weten hoe je moet indelen. Hoe doe je dat? Ja, let maar eens goed op. Is het heet? Oké, snel aan. Oeh. Kijk, ik heb het ook. Heb je het ook niet? Alle parasolletjes zijn verhuurd. Ja, ik denk dat we tot net onder onze neus gaat het water in moeten. Ja, het is hier echt zweten, klopt. Het heet een hittegolf. Oh, tuurlijk, nu gaat mijn slipper ook. Alright, nice. Alles zit mee. Vind je wat? Hemig, oké. Easy. En, zag je vissen? Nee, niks. Oké. Ik moet alleen wat één dingetje voeten zien. En dat zijn schelpen. Ik kan jullie vertellen, het is heel koud. Ja, ik sta tot hier. Ik ben net al geweest tot hier hoor. Want mijn blouse die hing, de helft hing aan me qua stof. Die gaf af. Dus dat is lekker. Dus ik had er van, ja, zwart wit streep ik. Dat is een zebra, ja. In de volksmond noemen ze dat zo. Ik dacht dat het dus Blijburgstrand met een strandtent was. Maar wat blijkt, ze zijn in verbouwing. En het gaat een heel strandparadijs worden. Voor nu, dit is best lekker hoor jongens. Niet te druk. Lekker weer. IJskoud water. Volgens mij heb ik tomaatjes in mijn tas. Weet je. We gaan goed. Dus een beetje later lunch en daar verhuren ze dus parasolletjes, oftewel hoe mijn zoon het zegt. Als jullie aankijken, raak ik weg van jullie, hè? Nu al? Onze spullen liggen nog gewoon op het strand. Oh ja. Dus de rest zegt, nee joh, het hoeft nu niet meer gehuurd te worden, het is al het heetste uur is al geweest, bla bla bla. Ik heb mijn zoon, nee maar dat kan, kunnen we lekker onder. Waarom ben je nou nog steeds een parasol? Want ik wil gewoon niet de zon echt in mijn ogen. Wat gaat er gebeuren als het in je ogen komt dan? Dat vind ik echt niet fijn voor een dag. Dus. Nou zie je nou, mensen zijn al weg, dus je kan het gewoon al vragen. Zie je nou wel gekke papa van de hele wereld? Oké, die staat. Ja, we zijn aan het spelen. Blijf. Hier. Zitten. Hij zegt dat hij aan het vloggen is, maar ik... Ben je echt aan het filmen? Weet je het zeker dat je het opnemen bent? Ja. Oh ja, ja. Je ziet het op een lijstje dus. Ja, je ziet het, ja. Is het voor je eigen kanaal of voor mama's kanaal? Dit is mijn eigen kanaal. Jij mag jezelf filmen en wij twee mogen zelf filmen. Oké. Doen we het zo. Maar het blijkt dus, Eiburg is een los opstaand iets. Je hebt hier een hele community, restaurantjes, je hebt hier zelfs een haventje. Het is dat het zo ver weg van alles iedereen is. Maar Res en ik zijn een beetje verliefd aan het worden, toch? Een beetje wel. Ik heb van mijn moeder. Ja. En mijn vader. Precies. Weet je, even zoete info. Dat is dan minder snel. Ja. Precies. Die wil ik er wel inhouden. Ja. Los het eten. Nee, het liefde. En het eten. Ja. Wat lekker. Met z'n drietjes. Family time. Nu deze zomer doorgaan, dus heb ik natuurlijk minder family time. Al hebben wij natuurlijk een maand lang van elkaar kunnen genieten. Maar dan is het goed dat de momenten tussendoor, dat je ze pakt. Weet je wel, als je zoiets hebt van, oké. We kunnen het een en ander verschuiven. Bam.
maak er een stoerplasdag van, weet je. Dus ja, dat kan, gelukkig. We zijn in de positie, we hebben het ook heel druk, maar we kunnen dat ook gewoon maken. Skitta aan de agenda. Niet aan de mensen, aan de agenda. Voor iedereen die kijkt en die denkt, hey, ik ben verzet. Dat is omdat het was heel heet. Ik denk wel dat ik officieel, ik ga het hardop zeggen. Mijn kind is brutaal. Ik sta vaak met mijn bek vol tanden. Als hij een weerwoord geeft. Kijk, dat je me napraat. Tot daaraan toe. Dan zeg ik, Frenkie, even rechtop zitten. Frenkie, even rechtop zitten. En dan kijkt hij me aan. Dan zeg ik, wat? Zegt hij, je hebt zo'n praatje. Dan denk ik al. Ik zeg, hé, niet zo, weet je. Gewoon normaal. Ben wel je moeder. Even normaal praten, weet je. Wil hij me nog een keer herhalen? Moet ik hem altijd even zeggen. En nu is het klaar. En dan denk je dat hij gewoon zegt, ja mama, dan is het klaar. En dan doet hij zo. Ik zeg, ik wil het horen, weet je. Volgens mij is het vroeg welke fase hij zich nu bevindt. Maar ik denk dat wat er vandaag gebeurde, vond ik toch wel toppend. Ik was hem aan het eten geven. Tenminste, de sla ging er een beetje moeizaam in. Ik snap het. Niet je favoriet natuurlijk. Maar het hoort bij het avondeten. Dus ik leg de hele tijd het lepeltje vol met ja, komkommer en de hele bende. Zodat hij dat zelf in kan schuiven. Maar ik merk de hele tijd dat als je het doet, dat alles vanaf valt. En dat is met telkens één stukje sla of whatever, dat mondje ingaat. Dus ik denk, dus ik leg het er goed op. Ik zeg, en hou je lepel recht? Ik zeg, want ik ga niet de hele tijd blijven voeren. Kijk, die man zegt, die voeren? Mam, ik ben geen vogel. Ik vind het pijnlijk om te zeggen, maar ik ben officieel niet meer degene met de grootste waffel in dit huis.